Nou ja, als we het dan over vuile was hebben. Ja. Die man die heeft mij 8 jaar lang mishandeld. Echt? Nog erger dan Peter? Nou, Peter heeft mij nooit mishandeld, dus dat scheelt. Huh? Er is nog een rechtszaak binnenkort. Ja, dat is waar, maar eerst moet ik nog een getuigenverhoor afleggen. Oh, dus dan zeg je er is niks aan het handje, zeg je dan? Nee, er is inderdaad niks aan de hand. Kom op, jongen! Yeah, ja. En ik wil mensen graag voorstellen aan... De nieuwe me. Kijk, ik ben weer onder het mes geweest deze week. En u kunt het hier achter nog een beetje zien. Ja, kan je het ook een beetje voor laten zien hier. De nieuwe me. Oh, dat mag niet aanraken. Al je haar valt eruit. Nee, dat is, okay. Mag je dus eigenlijk nog niet aanzetten. Okay. Kan ik daar ook naartoe? Huh? Ik kan er ook naartoe. Jan is er al geweest. Die kan mensen afzetten. Afgewezen. Ja, oh, bij de Salman Kliniek. Ja. En jij hebt ook te weinig crash. Oh. Dus dat kan niet. Nou, weer fijn. Maar, ik ben... Wat een warm welkom weer. Ja. Nee, ja, maar ik was even aan het vertellen. Wat doet Floris Wijs hier weer? Vraag. Of wil je heel lang over je operatie hebben? Ja. Oké, ga nog maar even door. Okay. Nou goed, ik heb dus 45 spuiten in mijn hoofd gehad. Meen je niet? Ja. Oh, dat is jouw gemiddelde vrijdagavond. Ja. Alleen is het donker uit. Het zijn er met 90. Dennis begrijpt hem niet. Nee, ik snap het niet. Dan zit hij in de donkere kamer. Is het al begonnen eigenlijk? Ja. Heb je nog niet? Nee, ja, een beetje. Ja, okay. Ik vind wel even, Jan zegt, waarom ben ik hier eigenlijk? Nou, Dennis heeft me ongeveer 900 keer gebeld. Ja. En ze hebben me 5000 euro geboden voor vandaag. Ja, dus dan ben ik ervoor. Rode rotcent. Nou, ja. Maar waarom, wil je nog iets zeggen over je operatie? Ja, dat wil ik dus vertellen. Je hebt dus want de 45 spuiten voor, nou, dat is echt een verschrikkelijke leidersweg. En dan zit je in die stoel, dus ook verschrikkelijk. En dan nu heb je veel haaruitval, is ook vreselijk, maar over een half jaar, dan mag het resultaten zijn en dan spreek je weer echt van... Maar waarom loop je te zeiken? Je doet het toch zelf? Je doet het jezelf toch aan? Het is niet dat ze een tumor ergens hebben weggehaald, hè? Je bent gewoon een ijdele nicht en je wil meer haar. Ja, dan moet je pijn lijden. Klaar. Wat een gezeik, zeg. Ik heb naar mij te kijken, hoor. Ja, waarom is Floris hier? Punt 1. Hij komt, wat mij betreft, redelijk vaak, te vaak. Punt 2. Ik kreeg van Floris laatst een nachtelijke ruzie weer doorgestuurd. Daar lusten de honden geen brood van. Is het bijgelegd? Ja, Floris, je hebt mij vreselijke appjes gestuurd. Vreselijke berichten gestuurd. Ze zullen meer dan terecht zijn geweest. Maar ik was misschien onder invloed op dat moment. Dus niet iedere dag mensen. Want van ik Kok, gewoon... van Kok. Dus jij was op dat moment onder invloed. Jij was er zo aan toe. Nee, Ik hoef niet weer. Was je in die hoedanigheid? Ik hoef niet weer dit. Weg hiermee. Ik heb geen gezin meer in het oude. Was je in die hoedanigheid? Zoiets. En toen heb ik jou even de waarheid. Want een aangeschoten mens spreekt de waarheid. Jij hebt mij vreselijke dingen gestuurd. Je hebt vreselijke dingen gestuurd. Mooi. Zie je hierachter. Maar we zijn weer goed. Ja, we zijn hartstikke goed. Krijg een kus. Mag ik een kusje? Ja. Nou, ziek, hartstikke leuk. Ach, zelf is het toch vlakbij niet gevecht. Er zijn ook nog beelden aan mijn Nou, daar zijn we best wel net vandaan nu. En maar nu dan het... De sfeer zit er lekker in. En dan nu direct het grootste nieuws van de dag. Want Floris, jij hebt zo meteen een etentje met... Komt hij weer. David Beckham. David Beckham, Floris. Hoe kom je dat in godsnaam? Nee, vertel nou even. Hoe kom je daar nou aan? Ik heb helemaal niks over te vertellen. Nee, kom op. Doe eens niet zo flauw. Wat moet ik in godsnaam vertellen? Ik heb gewoon een uitnodiging. Ik heb een uitnodiging om een party te hebben vanavond met... David Beckham in het Amsterdamse Soho House. Zo. Zo hoor je het morgentas, toch? Ja, dan hoef je niet meer te kijken daar. Zo. Soho. En dan ga ik natuurlijk even met David Beckham op de foto. Dus ja, als je me niet gelooft, kijk maar naar mijn Instagram. Je zal hem naast Ome Floor zien. Ome Floor is hartstikke leuk dat je internationaal ook doorbreekt. Ja. Dat je met zo'n ordinaire voetballer op de foto wil. Allemaal leuk en aardig. Maar waar is het Soho-huis en wat ga je daar doen? Spuistraat. Het is op uitnodiging van een heel mooi horlogemerk. Ach, god. En zo'n aftandse voetballer is het niet. In ieder geval wel een aftandse voetballer met 1 miljard euro bijna. Dat is toch aardig? Maar van 150 miljoen van Qatar. Ja. Dat maakt allemaal niet uit. Nou, dat maakt wel uit. Wat is een terroristenstaatje? Ik kijk ook geen WK. Ik ben het helemaal eens. Het is bloedgeld. Maar ik had het over zijn bedrag wat hij heeft aan vermogen. Hoe hij eraan gekomen is, weet ik niet. Floortje, jij krijgt geen WK omdat je niet van voetbal houdt. Dat is iets heel anders. Maar je gaat godverdomme wel met de grootste ambassadeur van die terroristenstaat even op de foto. Alleen op de foto. Een vorkje prikken. De beste man heeft een enorme staat van dienst. Nou, en ik denk dat iedereen op straat in Amsterdam vandaag met hem op de foto gaat. Ga jij hem aanspreken? Want jij zit met hem aan tafel. Ja, zeker. Ga jij hem aanspreken over het feit dat hij wordt betaald door Qatar. Dat hij zich laat betalen. Ja, ten eerste spreekt hij mij aan. Oh. Maar ik ga hem niet aanspreken op dat hele gedoe. Want hoe ik ben zou daar hij jou aanspreken? Voor een horlogemerk.
Nou, ik spreek hem maar met Sir David. Ja, en hij jou? Baron Floris. Dat is gewoon zo, Jan. Ik ben een baron, man. Ben een baron. Je bent een teller van een ordinaire textieltoko. Textieltoko? Vrome Drees was geen textieltoko. Maar die verkochte onderbroeken en theedoeken. Vendex International, daar zat Toys R Us in, FWO Swartz, Dummelman. Ja, plastic troep. Helemaal niet dat bestaat allemaal niet meer, valt nee, op, bestaat niet meer. Maar geld is wel niet binnen, kan ik je vertellen. Oh, okay. Nou, leuk. Maar jij gaat dus met David Beckham eten. En nog een paar andere gasten, laten we eerlijk zijn. Ik zou je vertellen, je moet je doodschamen. David Beckham heeft 150 miljoen bloeddollars in zijn zak gestoken. Ik zou zo'n man in het gelaat spugen als ik hem tegen zou komen. Dan zou ik zeggen, waarom doe je dat? Want ik heb nog nooit die man in mijn leven meegemaakt. Die man heeft 75 miljoen volgens op Instagram. Ja, maar als je ik ga even een mooie foto met hem. Ja, maar wacht even. Zal ik even wat zeggen? Als godverdomme Adolf Hitler nu had geleefd. En die had tussen de 40 en 45 miljoen volgers op zijn Instagram account. Ging je er ook naast staan met die natte nek van je? Denk het nou, wel. Dan moet ik wel een snorretje laten staan. En zou jij nu ook met Poetin op de foto gaan? Ja, ja, ja. Nee, nee, deze mensen zijn net zo fout. Als je en dan wijs je zo naar achter en zeg je Poetin. Poetin! Poetin of Hitler. Ik denk trouwens dat Jan regelmatig met Poetin al om de tafel gezeten heeft. Hoezo? En een enorme verheerlijk heeft van het Hakenkruis thuis, heb ik gezien laatst. Ja, wat is dit zeg je nou? Hier je niet meer uit. Ja, jij lult ook tegen mij over Hitler. Ik ga er niet zo overal naartoe. Ik moet er niet aan denken. Ik denk, dit reclamespotje past eigenlijk bij jou. Is it the beat? Jij vond het ook een prima spotje, mooi denk spotje. Ik. Hè? Kijk, nou, het is bouwvakkers. Ik vind het net zoals jullie ongelukkig gekozen. Ben ik helemaal eens. Ja, oké. Je probeert mij in een Qatar lievelingshoek te krijgen. Gaat je absoluut niet lukken. Nou. Zullen we maar verder gaan? Het is gewoon leuk om even met David op de foto te gaan. Ja, tuurlijk. Met David. Natuurlijk. Nou. Ja, dan zit je, ik kan het weer niet moeten vertellen, want alles wat tegen Dennis zegt, mensen, dat weet je dat ook. Nou, alles gaat hij gelijk in de uitzending bespreken. Ja, maar jij hebt mij dat de hele week verteld. Ik ga naar David Beckham. Jij vraagt steeds, jij komt hier net binnen. Echt waar? Floris, je komt hier binnen en je hebt 6 keer verteld dat je met David Beckham gaat eten. En dat je hier met Ferrari bent, een gehuurde Ferrari. En hoe het in elkaar zit. En ik zou je sterker vertellen. Het is geen gehuurde Ferrari. Het is jouw Ferrari. Dat zeg ik ook niet, maar het is geen gehuurde Ferrari. Mama's boodschappen kan. Jezus Christus. Maar mijn moeder kan een Ferrari niet besturen, Jan. Maar Fleurper. Ja, goed. Dan gaan we nu beginnen, want we hebben verschrikkelijk veel scoops in deze uitzending. Scoops! En jij bent er weer bij. Ja. Nou, gezellig. Ja, leuk. We hebben het open arm ontvangen, merk ik vandaag. En dan gaan we nu naar de eerste. Jan, we hebben een scoop. Scoop! Heb je een beetje... Ja, luchtalarm. Nee. Oh. Omdat we vorige keer ambulance hadden verbouwd. Ja. Ja, en dat is dat we een mail hebben gekregen van ISIS Fashion Awards. Oh jee. We zijn uitgenodigd, daar komt niet vaak voor. We zijn één keer uitgenodigd, dat was een jaar geleden. Ja. Voor de première van het nieuwe seizoen La Casa de Papel. Ja, dat was een groot succes. We waren lam en we deden daar niks mee. Ja. Dus dat was ook de laatste keer dat we uitgenodigd waren. Ja, daarnaast waren we niet meer welkom bij Netflix dingen. Nee. Zoals, kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Maar nu... Iedereen wel wordt wel eens dronken op een feestje. Ja. Jullie in ieder geval ook, gelukkig weten we nu. Ja. Heerlijk. Ik heb een mail gekregen. Hallo Dennis, hoe gaat het? Graag wil ik je uitnodigen als VIP-gast voor een unieke modeshow op 10 december. Leuk. Sylvana Simons, Aquasi en Rigilio Tuur zullen ook aanwezig zijn. De ISIS Fashion Awards is een unieke modeshow omdat het de eerste modeshow is in Nederland dat exclusief gericht is op de accessoire designers. Hè? De mensen zijn naakt, man en vrouw, dragen geen kleding, maar hebben alleen accessoires aan. 10 december zijn we nodig, uitgenodigd met feest en alles erbij. Waarom worden wij uitgenodigd? Vraag 1. En waarom wordt er dan verteld dat er echt alleen maar zwarte mensen komen? Ja. Dat is toch ook raar? Ja, en de ISIS Fashion Award. En de ISIS Fashion, voor je het weet, is het echt de knaller van een... de knaller van de show. Een hele ongelukkig gekozen naam. Ja, en als zij ze erin opblazen, dan word je wel door Sylvana Simons of die andere mensen... Zijn die Aquasi en die Sylvana zijn niet jouw favorieten. Ze zijn niet echt helemaal met typisch... En dan als ze lopen op een vuurpijl, lopen er allemaal naakte mensen rond. Ja, dat is nog iets wat leuk is, toch? Gewoon een beetje naakte toestand. Nou, ik heb
heb jou net een trui om zien wisselen. Ja. Ik werd er niet blij van. Nee, oké, okay, maar toen ik jou uitzag... Maar Floris had dan geen accessoires om. Nee, 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 nee. Maar dat weet je niet. Ik nou, dat is niet waar. En je hebt een tepelklem om. Of ja. Maar, nee, die zag ik niet. Er doorheen of zo. Nee, ik zag geen tepel. Het enige wat ik zag was een vetschort. Ja, oké. Okay. En die herken jij natuurlijk. Maar, want je kijkt iedere ochtend naar beneden. Niet alleen maar een balletje kaatsen, ook zelf iets verzinnen. Maar Jan, wat zeg je ervan? Ik zeg, dit is een buitenkantje. Jan, wat zeg je ervan? Hier moeten we naartoe. Nou ja, ik zou zeggen, ik ga af op de naakte mensen. Ja. Ik zeg af omdat het ISIS heet. Ja. Ik zeg af omdat iedereen people of color is en ons haat. Ja. En ik, eigenlijk zeg ik ook weer toe, omdat het wel leuk is dat wij uitgenodigd worden. En alleen dan die mensen die dan die ons aanzien komen lopen, dat die zo doen van... Wie heeft dit uitgenodigd? Ja, ja. Dat zou ik dan wel weer leuk dus vinden. Dus ISIS, we komen eraan! Yes! Ja. Boom! Ja. Zonder ondergetekend in ieder geval. Nee, maar jij bent, jij bent ook niet uitgenodigd. Nee, nee. Nee. Maar dan gaan we door naar echt... En we hebben hem net vers van de pers. Ik belde Jan Rolfer in de auto. We gaan naar de familie Gillis. Dit gaat... Nou, dit gaat de media bereiken. Dit gaat niet alleen de media bereiken. Dit gaat de hele wereld over. Ja. Roddelpraat, de kijkcijfers gaan weer... Goes international. Ondanks alle handremmetjes die YouTube erop heeft gezet... knalt weer door het miljoen. Hmm. Want hier komt de scoop aan. Nou, ik... Ja, ik... Ja. Nou, ik ben benieuwd, mensen. Zal ik maar? Ja, dan gaan we. Jan, kom maar. Gooi hem eruit! Scoop! Ja, daar gaan we. Want we hebben enorm groot nieuws over jouw vrienden. Ja. Peter Gillis en Nicoleke. Nicoleke en Brabantse stoepstolleke. Ja, en nu hebben we natuurlijk eerder al gebracht dat Nicole vreemd ging op een parkeerplaats. Dat Nicole vreemd ging tijdens de carnaval. Ja. Maar vandaag kregen we allemaal naaktfoto's van Nicole opgestuurd. Nou mensen, we gaan het meemaken. Ja, we gaan nou, het meemaken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ze ziet er goed uit voor de leeftijd. Ja, daar geef ik eerlijk toe. Zonder kleding is het prima. Hm. En het voordeel is dat op de meeste foto's er hoofd niet staat. Ja. Dat is wel zo, Nicoleke. Oh. Nicoleke heeft wel al hoe weet je dan dat zij het is? Omdat je er op andere kenmerken herkent, Floris. Ik denk, als we jou vanaf hier een foto van maken, dat ook iedereen dan, weet dat jij het bent. Dan, ofwel heb je jou. Nee, Floris, dat heb je niet jou. Okay. Nee. Affen, Nicoleke en Snolleke is weer aan de gang. Ze is weer bezig. Ja, ja, mijn cola is op. Hè? Wat, nee, je wil weg van dit onderwerp, hè? Ja. Even rustig nou, zitten, Floris. Ik ga even drinken. Nee, je zit bij Breaking News. Dit vertel, kun je straks aan Beckham laten zien. Vertel het verhaal. Ja. Er was dus een man die benaderde mij en die zei, ik heb contact gehad met Nicole. Nicole stuurde mij allemaal vieze plaatjes, wilde met mij afspreken en is helemaal klaar met Peter. Dikke Peter! Nou ja, kijk, en eerst stuurt hij gewoon nog een foto van, ik heb ze net op telefoon gegeven, van Nicole. Ja. Nou, dan zeg je... Ja, een beetje een duckfeestje, maar kan nog, netjes. Ja. Ze kijkt hem wel een beetje zwoel, beetje zwoel. Ja. Ja, zo keek ze niet toen jij dat huistour deed. Nee. Nou, dat valt helemaal mee. Dat was hartstikke gezellig. Heeft ze jou ook zo aangekeken? Diverse malen, maar gewoon met respect en lol. Dat is niet waar jullie nu mee komen. Je maar hebt ik... zo wel een keer mijn zusje aangekeken. Ja. Ja, dat klopt. Ja. En ze keek minimaal zo terug. En hoe keek je toen later naar de beveiliging, 3 seconden later? Ja. Goed. Nicole stuurde hem later dit. Dit kan je er niet uitzenden op YouTube. Je bent toch geband? Blurren. Maar ik zou het vertellen. Haar hand zit op een bepaald plekje die jij voor het laatst hebt gezien bij je geboorte. Dat is helemaal niet waar. Ik kan likken als Lassie. Dus haal maar op, dat is gewoon niet waar. Dit zie je allemaal maar. Ik zie zoveel En dan denk je misschien, dit is misschien niet Nicole. Het is misschien niet Nicole, maar laten we gewoon wat zien. Maar kijk eens heel goed. Kijk eens zo. Kijk naar dat kindertje. Kijk naar dat kindertje. Ja. Boom. Boom. Hetzelfde kindertje. Dat is toch het kindertje van Nicole. Dat zie jij toch ook wel. Hetzelfde en hetzelfde shirt ook bij Peter. En kijk eens hier, Peter. Deze tatoeage. Ja. Herken je die, Peter? Herken je die, Peet? Ja. Dat zit namelijk op de reet van Nicoleke. Ja. Ja. Heb jij die tattoo gezien bij de Oostdoer? Niet dat ik kan herinneren, nee. Oh. Nou ja, goed. En dan zit er natuurlijk zit er ook reet, heel veel gesprek bij. Want Nicole en deze man hebben elkaar ontmoet bij een slijterij met Peter. Waarna Nicole hem heeft toegevoegd op
Facebook! Jezus! En dan hebben ze chatcontact met elkaar. Nou, en dan zegt Nicole... zegt die man tegen Nicole... Ja, wanneer zullen we afspreken? En dan zegt Nicole... Ik ga morgen eerst een week naar Spanje met mijn oudste zoon. Oh. Naar mijn papa en mama. Oh. En dan kunnen we wel vertellen... Die hebben daar een appartement gekregen. Althans gekregen. Die mogen daarin wonen. Bruikling. Op de kosten van Peter Gillis. Ja, ja. Dat Weet is je? Waar, hè? En ik heb het geverifieerd. Alles wat Nicole heeft... Zelfs de sieraden tot de kleding... Zijn in bruikleen van Peter... Op het moment dat die relatie uitgaat... Raakt ze alles kwijt. Dus zo houdt Peter haar in de wurggrip. Ja, ze zit in een tang en is gegijzeld. Hoe weet je dat? Waar staat dat? Hey, Floris had erop met je gezegd. Dat heb ik net geverifieerd. Dat heeft hij geverifieerd. Een showbiz channel. Ik vraag ze er af en toe. Ja, goed. En dan stuurt hij, oké, hoe oud is je zoon, zullen we appen? En dan stuurt zij, 11. Mijn zoon is 11. Maar die zoon komt nooit in beeld, want die is van een vorige relatie. Dat mag niet. No. En toen zegt ze, ja, is goed. Of zullen we snappen? Oeh. Doe maar snappen, want dan kan Peter niet zien wanneer zij online is. Wat een vieze snulke die Nicoleke. Niet te geloven. Ik hou helemaal niet van mensen die vieze berichtjes in DM sturen. Dus, en daarna gaat het over waar hun allemaal vandaan komen. Een beetje oude praat, hè. Want die man woont aan een Veldhoven. Waar een Veldhoven woon je nou, zus en zo. Nou, en toen hebben ze lang met elkaar gepraat. En toen zijn ze dus gaan snappen. Ja. En hebben ze die berichtjes naar elkaar gestuurd. Nou, goed. En die foto's naar elkaar gestuurd. Later, en dan komt hij natuurlijk, dan weet je, je kunt met elkaar een beetje bericht en zo. Maar is er ook afgesproken? Ja. Dat is natuurlijk de grote dat vraag. Dat is de vraag. Ben je nieuwsgierig? Denk je? Wat denk jij? Wat denk je? Wat denk je? Ik vraag me af hoe je dit allemaal weet. Omdat de man mij dat doorstuurt. Maar hoe kan hij nou zijn Snap doorsturen en ook Facebook? Hij heeft er niet overal toegang tot. Hij heeft contact via Facebook met haar gezocht. Daarna zijn ze gaan snappen. Want als Peter ziet dat zij op WhatsApp online is, wat doet Peter dan? Ja, dan gaat hij de checken. En dan slaat hij haar in elkaar. Niet alleen dat, hij bijt ook in de kont en in de neus. Denk je natuurlijk, hè? We hebben zo bewijs. Maar tegenwoordig hebben we ook veel rechtszaak. Dus doen we aan hoor en... Wederhoor! Ja, want ik zal jullie wat vertellen, jongens, meisjes, dames en heren. Af en toe, dan gaat er even een zure struik in de media schrijven... dat die juice channels toch schandalen zijn... omdat ze nooit horen wederhoor toepassen. Nou, ik zal je vertellen, dat doen wij dus wel. En nu is dit de crème de la crème van de journalistieke belevenis... bij de juice channels. Nu gaan wij live wederhoor toepassen. Dennis! Want ik heb alles doorgestuurd naar Nicole... en wat doet Nicole altijd als ze ergens van wordt... Beticht en Peter, nou wat doet ze altijd? Ik zou het echt niet willen. Ontkennen, allemaal alarm. Dus ik zeg, beste Nicole, ben jij dit? Voor het programma Roddelpraat gaan we je aandacht aan besteden. Nee, dat ben ik niet. Jammer dat jullie me weer in een negatief daglicht willen stellen. We gaan bellen, nou, met Nicole. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Waarom ben je er niet? Ik ben er niet. Nou, okay. Ik geef ook geen geluid. Nee, oké. Okay. Jij bent er niet. Ze weten overigens niet dat wij in opnames zijn. Hoeft ook niet te vertellen. Hoor je dit, überhaupt? Sst. Met Nicole. Nicole, Dennis Schouten. Hey. Goedemiddag. Ja, ik stuur voor de verandering is alles door. We hebben het al vaker over jou gehad. Dat heb je misschien gezien. Ja. Klopt. Leuk programma. Ik kan ook heel duidelijk zijn in wie het is en wie dat doet. Zoals je op RTL Boulevard wel gezien hebt, is de kinderbescherming bemoeid met mij en mijn ex-man en mijn kinderen. Mijn ex-man die heeft al 3 jaar eerder geprobeerd, voordat de serie begon, om alles eraan te doen om mijn huidige relatie met Peter kapot te maken. Door middel van aangiftes doen tegen ons. De kinderen dat er dingen gebeuren hier in huis die niet gebeuren. Misschien opstoken, nou, dat is hem dus niet gelukt. Nee, maar sta jij dan ook regelmatig breedlachend met jouw ex-man op de foto? Nee, met mijn ex-man niet. Nee, maar met deze man wel. Ja, met deze man wel, ja, dat weet ik niet. Ja, ik wel, ik heb die foto gezien. Ik weet niet over wie je het hebt. Ja, nee, ja, we moeten onze bronnen geheim houden, maar dit is niet jouw ex-man. Dit is een man, die heeft jou ontmoet. Jullie hebben via Facebook gechat. En later via Snapchat, want dat mocht niet via WhatsApp, want dan was je bang dat Peter erachter kwam dat hij dan boos werd. Nou, ik heb niet eens Snapchat. En ik praat eigenlijk ook nooit met niemand op Facebook. Het is dat ik straks toevallig jouw berichtje voorbij kwam, omdat een vriendin van mij via Facebook foto's doorstuurde van de verjaardag van mijn zoontje afgelopen weekend. En dat zei ze, dat doe ik via Facebook even.
Dus vandaar dat ik jouw berichtje tegenkwam. Maar ik chat nooit met niemand op Facebook. Maar goed, daar gaat het niet om. Het verhaal gaat erom. Mijn ex-man die... Ja, maar dit is niet jouw ex-man. Maakt... Nee, maar ik bedoel... Nee, maar die praat wel met mensen uit naam van mij. Oh. Maar dan logt hij zeg maar in op jouw Facebook. Ja. En dan praat hij met jou via jouw Facebook. En dan zegt hij, kom, we praten via Snapchat. En dan stuurt hij blote foto's van jou naar die mensen. Nou, ik weet niet of het blote foto's zijn van mij. Want die foto die ik straks zag, waar een blote dame op stond, dat was ik niet in ieder geval. Maar goed. Want jij hebt geen tatoeage op jouw bil. Nee, ik heb geen tatoeage op mijn bil. Oké, nou ja, dat kunnen wij niet weten. Dus er is maar één die dat kan weten. Althans twee. Althans, nou ja, dat is nu de vraag. Maar dat je toen een portie klappen hebt gekregen van Peter was ook niet waar. Maar bleek later wel waar. Nee, dat is ook niet waar. Ja. Maar ja, goed, weet je wat het is, hè? Als je zo in de media bent, dan proberen mensen van allerlei dingen over je te verzinnen. En ja, mijn ex-man die heeft de pik op mij. Omdat hij heel graag wil dat mijn relatie... Ja, maar dit is niet... Ja, oké, dit is niet jouw ex-man. Maar ik heb ook nog een andere, in het begin met wie ik het programma maak, die wil jou ook wel even spreken. Ja, man. Zeker. Hi, Nicoleke, met Jan. Hallo, Nicole. Hoi. Ik kijk nu opeens wel met andere ogen naar jou, als ik eerlijk ben. Waarom dan? Nou, je ziet er goed uit, zeg, zo onder het manteltje. Nou, het manteltje, dat is niet mijn lichaam, hoor. En als het wel mijn lichaam is, ja, dan zijn het foto's die mijn ex voor mijn telefoon heeft van vroeger. Oh. Ja, ik kan er verder niks op zeggen. Dus dus, alleen maar het is mogelijk. Dat jullie denken in het belang van mijn kinderen. Ja, zeker. En mijn kinderen gaan naar school. En mijn kinderen komen ook in aanraking met andere mensen. Ja. Ja. En ik hoop dat jullie dat belang. Kijk, als jullie iets willen posten, ik ga jullie niet smeken dat jullie niks posten. Nee. Peter en ik weten heel goed wat er aan de hand is. Ja. Dat mijn ex-man dit doet, dat weten we gewoon. Ja. Ik wil jullie niet smeken dat jullie niks posten, want als jullie willen posten, dan doen jullie toch niet. Ja. Dat interesseert me niet zo heel veel, want we weten toch hoe het zit. Ja. Maar omwille van mijn kinderen en die naar school gaan en de uitleg die ik dan aan ouders van andere kinderen moet geven waar mijn kinderen mee omgaan, vind ik het eigenlijk wel van belang dat jullie ook een keer naar mijn kant van het verhaal gaan. Zeker, eenzijdig iets plaatsen. Ja. Maar net zei je wel iets opvallends, dat het mogelijk toch wel jouw lijf is. Dan wil ik je nog steeds complimenteren, want dat ziet er fantastisch uit. Nou, ik weet het niet. Ik heb één foto net gezien van een lichaam en dat was niet mijn lichaam. Oh, dat is dan wel jammer, moet ik eerlijk zeggen. Maar er zijn meerdere foto's geweest. Enfin, maar mogelijk stuurt jouw ex-man dus foto's van jouw blootje rond om jou te beschadigen. Ja, en nou ja... Het zijn ook oude foto's overigens, want er waren ook helemaal geen tanden te zien op je billen. Wat waren er niet? Tanden waren niet, tanden, geen beet op je bil. Er was geen beet op je bil. Jij was toch in je bil gebeten? Nou, dat zag je ook niet. Ik ben nooit in mijn bil gebeten. Nooit? Nooit. In je neus? Ja, omwille van mijn kinderen wil ik jullie te woord staan. Kijk, normaal gesproken reageer ik al niet. Nee, natuurlijk niet. Op dit soort dingen. Maar omwille van mijn kinderen en de uitleg die mijn kinderen krijgen op school van vriendjes en wat dan ook. Ja, precies. Eigenlijk, daar vind ik eigenlijk gewoon niet zo fijn. Nee. Ja, mijn ex-man bereikt hiermee zijn doel. Ja. En dan denk ik, ik kan ook hem zijn vuile was buiten. Nou, doe maar. Snap je? Doe maar. Nou ja, als we het dan over vuile was hebben, die man die heeft mij 8 jaar lang mishandeld. Echt? Nog erger dan Peter? Nou, Peter heeft mij nooit mishandeld, dus dat scheelt. Huh? Er is toch een rechtszaak binnenkort? Ja, dat is waar, maar eerst moet ik nog een getuigenverhoor afleggen. Oh, dus dan zeg je, er is niks aan het handje, zeg je dan? Nee, er is inderdaad niks aan de hand. Oh, mooi zeg, nou potverdikke. Kijk, sprookjes, huwelijken bestaan niet. Jongen. Nee, dat klopt. Er zal altijd wel eens een keer iets zijn. Ja. We zullen altijd wel eens een keer tegen elkaar schreeuwen of we zullen wel een keer ruzie hebben. Ja. Maar dit wat ze zeggen dat gebeurd is niet gebeurd. Nee. En daarbij, soms gebeurt het ook in het spel, hè? Dat is ook zo, dat je in het spel misschien toch even ergens iets te hard in bijt. Nou, wie weet. Ja, nou, het kan gebeuren. Ik heb dat ook wel eens gehad. Op een gegeven moment word je dan wakker en dan staan de tanden in je fluit en denk je, wat is dit nou joh? Het kan gebeuren, tijdens het spel kan dat gebeuren. Doe je zo toch? Tijdens het spel. Ik wil in ieder geval wel heel... Ja, ik wil jullie wel bedanken dat jullie mij benaderen deze keer. Ja, graag gedaan, want dat is netter ook en beter. Want nu weten we zeker dat het aan je ex-man ligt. Nou,
Hartstikke leuk. Ik had nog een vraag. Oh, Nicole, ik had nog vraag. Hier komt Dennis. Nou. Ik weet toch dat jullie gaan plaatsen dat ik het wel ben. Nee. Oh. Wel nee. Maar, weet je wat het is? Nou. Nu heb ik wel mijn verhaal naar jullie kunnen doen. En als je voor de verdere rest nog verhalen krijgt, even wachten. Ja. Sorry, schat, wat is er? Dan moet... Ja, pak maar, jongen. Wat, wilt u een worstenbroodje? Nee, wel een ijsje. Oh. Ik heb een vriendin in Brabant, die vreet de hele dag worstenbroodjes. Verschrikkelijk. Nee, maar ik weet toch dat jullie gaan posten dat ik het wel ben. Oh, niet uit. Ja. Doe maar. Oh, dank je. Ja, Dennis heeft nog wel, een... Ja. Ja. Weet wel dat ik dan... Ja. Wel weet ook van... Jongens, jullie luisteren ook gewoon niet naar mijn verhaal. Dat het mijn ex van... Nou, ik zal je vertellen. Mijn oren flikkeren bijna van mijn hoofd af. Zo lang heb ik naar je geluisterd. Dus hier is Dennis weer. Doeg. Nicole, Dennis weer. Ja, even dan te checken, hè, want ja, je ontkent alles. Maar ja, jullie ontkennen altijd alles. Dus ja, het is... Ja, weet je wat het is? Ja. Ik hoop dat jullie mijn ex-man dit podium niet nog een keer... Dit is niet je ex-man. Dit is absoluut niet je ex-man. Ik ga niet vertellen wie het wel is, maar het is niet je ex-man. Het is een man die jij daadwerkelijk hebt ontmoet. Het is een man waarmee je... Mijn ex-man communiceert uit naam van mij, uit naam van mijn moeder, tegen verschillende mensen, dus... Ja, maar ik heb alleen een bericht gekregen van iemand waarvan ik heb geverifieerd wie het is. Waarvan ik weet wat voor werk hij doet. Waarvan ik weet dat hij jou heeft gezien. Waarvan ik weet dat de foto's kloppen. Dat kan, dat mensen mij gezien hebben. Of weet ik veel. Maar ik zeg jou dat mijn Facebook-account gehackt wordt door mijn ex-man. Ja, maar dat... Maar met datzelfde Facebook-account hebben wij net ook gechat. Jij en ik. Dat klopt, maar mijn Facebook wordt wel regelmatig gehackt. En... Dat is nou eenmaal zo. Ik kan er niks aan doen. Wat voor werk doe jij? Ik weet mijn inlogcode en ik heb hem al 10 keer veranderd, maar op een of andere manier komt hij er toch elke keer achter. Ja, maar waarom? Ik kan hem niet tegenhouden hierin. Maar waarom? Ik stop met mezelf druk maken. Nee, ja, zou ik ook doen. Maar waarom geeft jouw man met zijn vriendjes die ex van jou niet eens een keer een portie, hè? Een standje? En bijt hem in zijn neus. Nou ja, weet je wat het is, hè? Zoals ik al zei, de kinderbescherming is er ook mee bemoeid. Oh. En dan daarbij, hè, de kinderbescherming die kijkt ook mee op van allerlei dingen en kanalen. En dan krijg ik dan ook weer een hoop gezeik mee door hem. Dus dat heeft hij dan weer lekker bereikt. Oh, ja. Snap je hem? Ja. En wat zei de kinderbescherming ervan dat toen jullie in het nieuws kwamen dat jij in elkaar was geslagen door Peter dan? Nou, daar wouden ze natuurlijk ook wel het zijnde van weten, maar daar ga ik verder niet over uitweiden. En wat zei John de Mol en Paul Reumer daarvan dan? Daar heb ik geen idee van, daar heb ik geen contact mee. Oh, zij zeggen van wel? Ik heb geen contact met John de Mol, nee, zeker niet. Oh, nou ja, goed, had ik nog één vraagje, want ik hoorde dus ook, ja, nu we elkaar toch spreken en we hebben het vaak over jullie. Het schijnt dat, zeg maar, dat jij geen enkel bezit hebt en dat alles van Peter is. Ook het appartement in Spanje van je ouders, die is niet van je ouders, maar van Peter. Klopt dat? Nee, hoor. Want het wordt mij een beetje... Ik heb zelf niet druk. Nee. Dus alles wordt netjes verdeeld. Nou, alles wordt netjes verdeeld. Niet het bedrijf is natuurlijk van Peter, maar ik heb ook mijn eigen bedrijf. Ja. Maar goed, jongens, als ik jullie wel eens posten wat jullie willen posten, ik en Peter weten toch heel goed hoe het zit. En ja. Mijn ex-man zal wel weer heel erg gelukkig zijn. Dat dit is niet je ex-man. Het nieuws behaald heeft. Nee, maar hij hackt mijn account. Dat zeg ik nou al 10 keer. Hij hackt mijn account. Jij hebt mij wel één ding geleerd, Nicole. Ik ga snel trouwen, kinderen nemen. En dan geef ik mijn ex-vrouw van alles de schuld. En dan zeg ik, ja, maar omwille het belang van mijn kinderen, zus of zo. Hij hackt mijn account. Hij praat met mensen uit mijn naam. Ook via Snapchat. Allemaal. Facebook, ik heb niet eens Snapchat. Dat zei ik net al. Nee. Ja, alles wordt gek. Dat heb ik niet. Nee, ja, ik begrijp. Wat verschrikkelijk leven heb jij, zeg. Nou ja, ik heb geen verschrikkelijk leven, want ik ben heel gelukkig, want ik lees absoluut niet wat jullie posten over mij. Nee, jullie zijn heel verliefd. Nou. Ja, zeker, dan zijn wij dat. Ja, snap ik helemaal. Goed. Dat zijn wij zeker. Bedankt. Ik zie jullie berichtje wel weer tegemoet. Ja, bedankt. Dag Nicoleke. Bedankt. Dag Nicoleke. Bedankjes van Floris. Doei. Nou, ik heb nog nooit zo'n slecht lulverhaal. Is de hele uitzending vol nu? Nee, Floortje, we zullen nog wat dingetjes eruit knippen, omdat het allemaal gedubt is. Maar laten we wel zijn, eventjes samenvattend. Het was niet haar lijf, nee. Maar misschien toch. Ja. Zij heeft het niet gedaan, nee. Maar haar Facebook-account is gehackt, ondanks dat ze de wachtwoorden verandert. Ja. Ja, dat kan niet. Nee, ze praat zelf via Facebook, maar soms ook haar ex-man. Ja, soms ook haar ex-man ook. Maar en ook haar moeders account is gehackt, door ook, die ex-man. Maar die ex-man die praat als Nicoleke het Snolleke op Facebook, waar zij ook bij, want daar heeft hij gehackt. Maar dan praat hij ook af en toe met mannen, die hij ook is, terwijl hij Nicoleke ook is. Ja.
Dat is het verhaal. En dat lijf is misschien toch wel van haar. Maar waarschijnlijk ook ja, niet. En ze is nooit door Peter geslagen of nooit. In de bil gebeten. Nooit. Waar een rechtszaak voor ja. komt. Ja, maar gaat ze verklaren? Omdat zij het 112 heeft gebeld. Ja. Toen ze met een blonde hol thuis zat. Ja. Ik vond het een geloofwaardig verhaal van Nicole. En het appartement van die ouders, dat we, ja, die zijn helemaal niet van Peter. Alles is netjes verdeeld. Netjes verdeeld. Zij heeft haar bedrijf, Peter heeft haar bedrijf. Ja. Wat een droomhuwelijk. Ik zou even vertellen, na dit journalistieke hoogtepuntje, hoor en wederhoor, kan ik zeggen dat mijn geloof volledig en totaal ligt bij Nicole. Ja. Ik vond haar heel geloofwaardig overkomen. Ja. Ja toch? Wat ja. vond jij? Ik onthoud me van ieder commentaar. Ja. Oh, slappe, laffe boef, ja, jongen. Ja. He, daarom kan je natuurlijk ook met die... Ik denk dat er ook... Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. Ah, maar je gaat ook met terroristen aan één tafel zitten. Ah, ja. Jou allemaal rotten. Oh, man, nu is het weer een terrorist. Kan je dit stukje aan David Beckham laten zien? Ik denk het niet, nee. Dan gaan we door, want het is de allermooiste tijd van het jaar. En daarom beginnen we met muziek. Zie, gins. Bijna. Oh, wacht. Daar zijn we alweer. Die ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij ringt op Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoerbos zijn paardje, het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Ja, de mooiste tijd van... Praat uitbrengen binnenkort. Praat er niet overal doorheen. Ja. De mooiste tijd van het jaar komt er weer aan. Ja, vroeger deed bij met de familie allemaal spelletjes, maar ja, dat is niet meer. Want, ja, de familie is uit elkaar gespat. Ja. Sinterklaasfeest eigenlijk ook. Ja, Sinterklaasfeest eigenlijk. Eigenlijk is alles naar de kloten. Eigenlijk is alles op... Wat doen jullie met Sinterklaas en de familie? Ja, niks. Dat vier ik niet natuurlijk. Niet? Nee. Kerstmis is een leuke tijd. Sinterklaas is natuurlijk voor kinderen tot Ik zie jou op Instagram, zag ik jou dansen met allemaal leuke nichtjes. Ga je daar ook niet Sinterklaas mee vieren? Nee. Oh. Die, ik geloof niet meer in Sinterklaas. Overigens... Jouw kinderen, jouw zoons nog wel. Hoe doen jullie dat? Is een 12 mogol, die geloven toch niet meer in Sinterklaas? Nee, zal ik je dus vertellen? We gaan dus thuis en hebben met mijn zoon... Was dat nou... Was dat, maar mijn, dus je deponeert dat mijn zoons nog geloven en dan ga je... Ja, naar, ik weet ze begin voor een verhaal van jezelf. Het is bij mij, dat zou ik je echt vertellen. Dat hebben we ook bij mijn zusje voor gewoon. Ja, tot ons 11e hebben wij nog. Echt? Ja. Tot 11 jaar. Maar ja, in jullie huis gebeurden wel meer rare dingen, toch? Ja, jullie geloofden wel een meer vreemde zaken. Ik ging direct toen Sinterklaas verhaal stopte, kreeg ik de medicatie ervoor terug. Ja. Dus wat dat betreft had mijn moeder wel... In het laatste pakketje wat ik kreeg van Sinterklaas had een doosje Ritalin. Ja, ja. Ja. Ik denk 10 doosjes, natuurlijk. Ja, dat jaar erop wisselde af met concerten. Ik zei even... Stop er maar helemaal mee. Oh! Ja. Oh, oh. Dat is nieuws. Nee, maar het is kapot. Dus dat wordt dan niet meer heel. Dus stop er maar mee. Geen Sinterklaas meer bij de familie Roos. Nou ja, de kinderen zijn te oud. Maar de traditie, het gevoel om Sinterklaas heen is kapot. Het is niet meer leuk. Het is een discussie tussen politiek correcte, vervelende linkse klootzakken geweest. En mensen die een leuk een kinderfeestje willen vieren. Dus het is, stop er maar gewoon mee. Het is wel klaar. Het is wel een beetje. Vier het nog wel voor de lol? Nou ja, een beetje. Maar je merkt dat de sfeer eraf is. Ja, vroeger had je dus etalages, die waren helemaal mooi aangekleed. Heb je niet meer. Nee. Nou ja, in de Bijenkorf ving zo'n Pieter hem naar boven. Nou ja, die heb je ook niet meer. Nee, dat maar je hebt... Wat deed VND eigenlijk met Sinterklaas altijd? Ja. Die met open arm ontving werden ze ontvangen. Ja. Dat is Zwarte Pieter ook. Prachtig. Maar ja, dat is natuurlijk in de prehistorie, dus je kon alsnog. Ja. Maar die ophef van Zwarte Piet kwam samen met faillissement een beetje, toch? In het geheel niet. Nee, het is niet vier overigens. Het is overgenomen, maar maakt niet uit. Het geld was al binnen hoor. In 95 al. Ja. Zeker. Hoeveel? Nou, dat loopt in een hoge bedragen. Ja. 10 cijfers in ieder geval. 10 cijfers? Ik denk zelfs 11. Ga je dat straks aan David vertellen? Nee. Oh. Ik loop er niet mee te koop. Nee. Oh, Joris, je loopt er wel mee te koop. Je loopt er verschrikkelijk mee te koop. Oh, maak je dat niet druk, Jan. Oh. En dan hebben we natuurlijk, is dit een geweldig onderwerp voor de kijkers. We gaan naar de... Nee, die hebben we er echt... Kom ons! Nee. Daar zijn we mee opgehouden. Die zijn van mij, die komt. Nee, we zijn er mee opgehouden. Ik vind dit zo'n kutrubriek. Ik werk er ook niet meer aan mee. Ik weet zeker dat Zwarte Piet gaat verder. Ja. Nee, jij hebt er niks over te zeggen. Ja, maar je commands in je eigen kusjootje. Okay. Nee, in de commands, alsjeblieft. Of u het daarmee eens bent, of had Jan ermee ophoudt. Ja, ik vind het heel jammer, maar Jan wil niet meer door. Wat een kutrubriek is dat, zeg. Verschrikkelijk. Met de commands. Ja, vond ik niet leuk. Maar we hebben wel wat anders. Hè? Oh. Want we gaan naar Aquasi. Aquasi kondigde aan, hè, die was dit jaar erg tevreden. Ja.
Want er was nergens meer Zwarte Piet. En toen zegt Akwasi, ik ga een lied uitbrengen. En dat lied gaat heten Zwarte Piet. Godverdomme, wat origineel. Ja. Dus Akwasi en al die andere beroepsactivisten... tegenwoordig dubbel gesubsidieerd omdat hij een eigen zwarte omroep heeft. Gaat nu een liedje schrijven om het te vieren dat het naar de kloot is. Ja, nou, dat is toch leuk. Om en dat liedje komt pas 5 december uit, maar Floris... Maar jullie zien hem 10 december, dus kan je het er gelijk over hebben. Ja, dan gaan we hem zien. Dan gaan we... Misschien dat hij boos is om wat er nu gaat komen, want... Floris, je hebt een wij hebben al. Nieuws. Wij hebben het liedje al. Scoop. We hebben de scoop! Wat een gek. Floris, hartje, kom maar aan. Akwasi met Jan de Piet of nee, Zwarte Piet. Akwasi met Zwarte Piet. We hebben de tekst en de beat. We hebben toevallig, heel toevallig ook weer. En het is niet het gehackte Facebook-account van Nicoleke. Het worstenbroodsnolleke. Nee. Wij hebben de tekst en de beat doorgestuurd gekregen over Akwasi's 5 december lied. Nou, zet hem maar uit aan, zou ik zeggen. Ja, staat hij aan. Floris, ben je er? Hartje. Hallo. Akwasi hier. Gaat mee, ja, laten we gaan. Nee, dit is een nummer van Akwasi. Het heet Zwarte Piet. 5 december. Let's go. Ah, come up. Kom, we gaan mee. Come up. Het is weer die tijd van het jaar waar witte mensen op zitten te wachten. Zogenaamd heel gezellig, maar waarmee ze mensen van kleur verkrachten. Pepernootjes hier, pepernootjes daar. En wat smoegen voor die slavendrijver. Gouden bellen, rode lippen en kroeshaar. Verzuip Sinterklaas maar in een vijver. Ik haat die man met zijn pieten. Ik wil die haat niet meer. Waar die witte zo van genieten. Van deze racistische sfeer. En nu overal opeens roetvegers. Eindelijk niet meer zwart. Maar dit doet ook pijn aan alle negers, want nu staan wij weer apart. Stop dit klote feest, dit is niet meer Nederland. Het is echt mooi geweest, jullie draaien iets aan de kant. Stop dit klote feest, dit is niet meer Nederland. Het is echt mooi geweest, jullie draaien iets aan de kant. Stop Sinterklaas, nu! En geef me geld! Stop Sinterklaas, nu alles gebruik ik geweld! Stop Sinterklaas, nu en geef me geld! Stop Sinterklaas, nu alles gebruik ik geweld! Echt serieus? Kappen met die Sinterklaasje! Het is mooi geweest! Ah, Akwasi, out! Applaus! Nou, ik vind Jan, je hebt je roeping gemist. Ik vind het wel, dit is gewoon een enorme act dit. Roeping maar gemist? Maar is dit echt de tekst? Heeft hij op je welke bij die tekst gekomen? Die heb ik via een Facebook chat van iemand uit Brabant gekregen. Van een gehackt Akwasi account. Ja. Ze hadden contact met Akwasi waarschijnlijk, of niet? Het zou me niks die maand van na, de dat, ex van Nicoleke, maar ook dat Nicoleke met Akwasi. Ik denk dat hier extra duimpjes omhoog moeten, Jan, voor deze act. Dat vond ik fantastisch. Ik meen serieus. Stel je eens niet van. En de mensen kunnen ook BackMe donateur worden. We hebben veel meer aan die duimpjes. Ja. Roddelpraat.backme.org. Dan krijgt u nog veel meer goed apps in de mail. Goed, gaan we door. Gaan we naar... De Bellinga's! Ach, die weer een scoop, Jezus. Ja. Oh, gelukkig dus letterlijk nog nooit van deze mensen gehoord. Dat heb jij mij op geattendeerd. Nou, Jan, wil jij uitleggen wie de Bellinga's zijn? Is het een tv-programma of YouTube? Nee, Bellinga's, dat is zo'n YouTube... Hey, Floris, gaan we op met die kutbekertjes. Ja, die zijn steeds leeg. Met die... God, domme. Dat is zo'n YouTube-familie. Dat is dan een man en een vrouw. En die niet heel interessant. En die dacht op een gegeven moment, weet je wat we doen? We venten gewoon uit dat we kinderen krijgen. En die hebben dan kinderen die worden vanaf de bevruchting... worden die elke dag gefilmd en moeten ze als een soort circusaapje een act doen, zodat die ouders poen kunnen verdienen met hun klote website. En scoort het een beetje? Ja, dat scoort hartstikke. Want hun, zeg maar, hun manier is om dit door te zetten, is als het kind te oud is, weet je wat ze nou doen? Ja, eruit. Maak ze nieuw.
Ja. Oh, okay. Dus dat is een nieuwe. En dan kunnen ze het hele verhaal van, ik ben zwanger. En oh, wat zal het worden? En oh, gender reveal party. En oh, ik voel de eerste trapjes in mijn buik. Je krijgt zelfs te zien, als die vrouw zwanger is, weet je het eerder dan het gezin. Want ze gaat het gezin verrassen met de Predictor Stick. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik zou je vertellen. Ik snap het alweer. Ze hebben bij het volgende kind hebben ze beloofd. Dat er een kamaatje erbij is op het moment dat meneer Bellinga en mevrouw Bellinga volblaft. Oké. Maar voordat we de Bellinga's gaan beledigen met onze scoop, komen we eerst met groot nieuws. Want Lucilla Bellinga heeft een enorme hit. Ja, ze hebben nu. Dat is een van de meisjes. Ja, ze hebben zoveel kinderen. En die heeft een enorme hit. Ze hebben nu voor het eerst zelfs een muzikale hit. Iedereen luistert er nu naar. Wat leuk. En wij mogen hem hier laten zien. Ach, dat vind ik leuk. Ja, maar dat heeft iedereen toch al gezien? Floor, zeg je je bek. Oh, is het geen scoop of wel? Nee, de scoop komt toch straks? Oh, dit liedje is nu een hit. Ja, nee, we hadden vroeger een rapper, daar had ik ruzie mee. Is nu weer goed, komt allemaal weer goed. Okay, maar dan gaan we nu naar de muziek, want het is zo'n mooi nummer. Komt-ie! Het is wel een muzikale uitzending. De wekker net uitgezet. Loop naar de spiegel en lach, want dit is mijn dag. Eyo, 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 yo, yo. Make-upje en duik in de kast. Ik kijk wat er bij elkaar past. Een beetje stoer, een beetje ziek. Ja, dat maakt me uniek. Komt weer. Eyo, 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 yo. Doe mij maar glitterrokjes en roze topjes. En op mijn hoofd een gouden kroon. De mooiste nagellaakjes en hoge haakjes. Ja, de wereld niet het hele nummer af. Dat jij hier de tekst van kent. En zonder enige schaamte. Met je net verbouwde hoofd. Harsend. Maar dat je de tekst van een klein meisje die zichzelf opmaakt. Dat je dat meezingt. Alsof je godverdomme dit dag en nacht meeblert thuis. Ja. Wat me niet verbaast. Dennis, hoe komt dit? Ja, hoe ken je de tekst, man? Dat is niet normaal. Ja, dit is een hit en ik luister naar hits. Doe maar even normaal, dit is een hit. Dat heeft nog nooit iemand gehoord. Geen volwassen mensen hebben dit gehoord. Dat is een miljoenen hit. Ja, miljoenen. Kijken wel volgens mij serieus mensen daar. Maar je hebt mij gevraagd om het ook uit mijn hoofd te leren. Dat heb ik geweigerd. Ik zal je vertellen, ik heb vorige week eerlijk bekend dat ik wel eens naar Sweet 16 ga. En dat is niet goed gevallen. Daar heb ik op dit liedje gedanst. En sindsdien luister. Ik heb daar veel berichten over gekregen. Oh. Dat mensen zich zorgen maakten waarom ik met zo'n perverse man omga. En ik kreeg veel uitnodigingen. Tot snel. Maar dan gaan we nu. Nou, hebben we wat mensen soms een keer positief in het daglicht. Jan, leuk nummer. Je moet er gewoon eens thuis met je dochter op dansen. Nee. Het is een dochter er niet goed voor wordt. Nee, maar dit is. Ik vind het. Het is een best een leuk nummer. En dat is een heel lief meisje waarschijnlijk. Maar ik kan niet tegen het uitventen van die kleine kinderen. Dan moet toch al lang al de kinderbescherming heen en zeggen van joh, hou op met die kinderen zo uit. Het is gewoon pure kinderarbeid. Ja, maar als het aan jou ligt, dan worden bij Nicole de kinderen afgepakt, bij mijn zus de kinderen en ook hier de kinderen. Zeker. De kinderen thuis en de nooit ze volgen. En word jij gecastreerd? Goed, en dan gaan Is interessant om eens te horen, zeg. Nou, bij jou hoeft dat niet, waar jij dat ding is, op te kunnen kinderen verkrijgen. Hoppa! Maar dan gaan we nu naar de scoop! Scoop! En dat gaat over meneer Bellinga. Meneer Bellinga. Meneer Bellinga. Ja, dit is een scoop. Ja, dat is de baas, de maffiabaas van de familie. Dit is een scoop, daar lik je je vingers bij af. Kijk, nee, die hebben we al gehad met die vorige vingertjes van jullie. Hey boys, ik ben fan van het eerste uur hier. Ah, wij ook voor jou! Ik geef mijn naam niet over, dan loop ik mogelijk gevaar. Vandaag in de Moriaan, een café in Kampen. Daar schijnt de mannelijke Bellinga geweest te zijn en die kan zijn handen blijkbaar niet thuis houden. Ik heb met drie meiden gepraat die alle drie door meneer Bellinga zijn aangeraakt. En betast. Een van deze meiden is 17 trouwens. Smaakvolle man. Ja, je kunt er wel heel boos zijn, maar als ik hier nou heel boos om word... Prachtige leeftijd. Ja, prachtige leeftijd. En dan zijn ze nog heel erg zacht. Goed. Jezus, dat is niet... Dat gaat echt niet goed.
Oké, ga verder. Ga door. Ja. Ja, we hebben toch geen kijkers meer, dus ga gewoon, wees gewoon lekker jezelf. Zoals ik het hoor, is het gewoon normaal voor hem. Dus jullie zullen vast meerdere tips hierover gekregen hebben. Zeker, veel. Een meisje zei, ach, dat gebeurt mij vaker. Ik heb, al heb ik echt zelf niet aan haar gezeten, daar was het te lelijk voor. Nou ja, dat is dan weer minder leuk. Ja, dat, dat hoeft dan ook weer niet. Beledig wat. Nee, ik zit ook niet aan lelijke 17-jarigen. Maar goed. Nou, sweet 16. Dan kom ik alleen voor een feestje. En dan, ja, okay. Dan zit ik alleen in zo. Ja, ja, dan zit je alleen in zo. Ja, 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 precies. Maar Jan, een kraal van Scoop. Ik vind het heel heftig. Zo zie je maar. Er zit dus gewoon eigenlijk een hele vieze man achter die zo'n familievlog. Die een beetje jonge meisjes loopt te bepotelen in de kroeg. Verschrikkelijk. Ik zou nooit jonge meisjes bepotelen in de kroeg. Nou, ik begrijp het wel. Die vrouw die ach ja, dat begrijp ik trouwens ook wel. Die vrouw van Faria, Feria. Oh, wat is dat een saai wijf ook. Oh, ja. Oh, dan krijg je toch echt... Ik krijg er een hele slappe lul van. Ja, ja, ja. Ja, 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 dus, ja. Wie? Van die vrouw Belling. Ja, vrouw Belling. Dat is zo'n wijf die licht geeft. Als je die kijk je dwars doorheen. Die zo'n, dus eigenlijk geef je meneer Belling gewoon gelijk. Groot gelijk. Die pakt aan de camera zegt dan, nou mensen, we gaan nu met de opvoedtips ervan door. En dan gaat ze, zelfs. Ja, en dan gaat ze opvoedtips voorlezen hoe je kinderen in bad doet. Nou, ik moet wel zeggen, als je dan zoveel kinderen hebt en zo'n vrouw, dan begrijp ik het eigenlijk wel. Ja, maar pak ze dan niet vanaf 17, maar boven de 18 jaar. Ja, ja, ja. En, vanaf 18 jaar, Jan. Ja, ja. Boven 18 jaar is 19. En nou? Vanaf 18. Nou, sorry vieze Rick, maar ik probeer een jaartje... Vieze Rick? Ben ik nou weer een vieze Rick? Nou, omdat ik vanaf 19 normaal vind en van 18 niet. Ah ja, smeerpijp. Volwassen. Jij wou mijn zusje zitten, klootzak. Die is volgens mij al heel oud. Wat zeggen wij aan meneer Bellinga? Want het is een knaller van een vrouw. Zeg jij eens wat tegen meneer Bellinga. Meneer Bellinga, ik ken u niet, nog uw vrouw. Maar als uw vrouw licht geeft, dan kan ik begrijpen dat u af en toe ergens anders kijkt. Maar pak er niet bij 17, maar vanaf 18. Ja, want ik vind tegenwoordig zijn er ook veel vrouwen aan het klagen. Van ja, dan ben ik in de kroeg en er zitten mannen aan mij. Ja, nou, nee, tegenwoordig ze dagen ook vaak uit. Ik wil net zeggen, vrouwen gaan de horeca in als hoeren gekleed. Ja, sorry hoor. Nou, ook is zelfs in Santé, wat echt een hele chique tent is. Okke? Wie is dat? Floris. Ja, we hebben gehoord dus niet meer. Jij moet meer zuipen voor. Ja, nuchter ben je niet te harder. Maar zelfs Santé, wat zo'n chique kroeg is, daar komen de vrouwen ook verkleed. Alsof ze Het is toch niet zo dat als dan jij... Dan kun je best in je handen die kont zetten. En weet je hoeveel vrouwen ook zijn die naar mijn kruis grijpen? Dat gebeurt ook vaak. Echt? Ja, ja, ja. Smerig. Maar ik vind het onzin. Ik hou er niet van. Niet? Dat wil ik even zeggen. Dus aan de kleding van een vrouw zie jij of je haar ongevraagd mag betasten, ja of nee? Is toch gewoon onzin? Je moet je poten bij iedereen thuis houden. Als jij gewoon zo in de verdrukking staat, kun je best zo even zo aan iemand zitten. Dat gebeurt, dat hoort erbij. Ja. Dat hoort erbij. Oh, prima. Ja, ik had dat prima. Maar dat zeg jij had een tikje, een klein knijpje. Ja. Tikje, knijpje, dat kunnen. Nee, dat vind ik niet kunnen. Ja. Nee, die meiden vragen dat toch niet om. Ach, nee, ik vind jij dat meer gewoon bij de situatie. Laat me eerlijk zijn, wij zitten op de rij van knap naar lelijk. Ik ben de knapste. Floris, je hebt een bepaalde uitstraling. Ja, Jan, jij moet hem via praatjes. Maar als jij aan iemand zit ongevraagd, dan valt het zelf goed. Bij mij altijd goed. En bij Floris kan het alle kanten op. Ja, nou ja, maar vergeet niet dat jouw haar enorm uitvalt. Dus of je nou zo knap, dat weet ik niet. Nee, maar bij jou ook, toch? Bij mij ook, maar ik ben ook van de bepaalde leeftijd. Ah, nee, ja. Ik vind dat. Kijk, dat je mij lelijk vindt of noemt, vind ik helemaal niet zo heel erg. Dat vind ik helemaal prima. Maar dat jij jezelf wel knap noemt. Ja. Met die hagedisse ogen die alle kanten zo opwijzen. En je ingeplante haar. En eenvoudige lomschool hoofd van je. Hoe kom je daar nou bij? Jongens. Wat is er nou? We lopen helemaal vast met. Ja, ladies, slide in mijn DM. Dat gebeurt echt vaak. Niet veel. Dan gaan we door en dan is het niet te geloven. Nee, toch niet weer een scoop. Weer een scoop! Nou, hou op met mijn hand. Ja, weer een scoop en dan gaat het over Holland's Next Topmodel. Wie kijkt het niet? Kijk jij er niet naar? Kijk jij er wel naar? HNT, hè? Want het lijkt wel een LGBT-AXZ. Daar had je er misschien wel naar gekeken. Uiteraard. Maar dat was het wel dit jaar, want het was een donderspannende finale. In de finale stond Philip. Philip?
Is het dit? Staat in het midden. Oh, is dat een kerel? Dit is ja, nou, eens even op. Doet hij mee met een topmodelwedstrijd? Ja. Dat is toch godverdomme net een hifmuis? Nou. Ja, flikker erop met een lelijke vinden. Een hifmuis? Ja, moet je kijken. Is toch een dunne hifmuis? Moet je kijken wat er... Nou, jezus, voor is, maar dat is toch een lelijke vent? Ga nou eens op. Ik had niet goed zien. Maar het zal... wit. Oh, ik zie het al. Ach, ik heb niet goed gekeken. Hij is natuurlijk een dunne homo. Dan heb je hier een zwarte dikke vrouw. En wat is er met dit figuur aan de hand? Wat is... Omgebouwd. Was is die omgebouwd? Ja, non-binair of omgebouwde. Ja, Lando. Nou, Lando. Heet die Lando? Ja. Die heette vroeger Erik. Ja, nu Lando. En Lando was vroeger een man. En nu mogen jullie... Nee, echt? Oh, het is echt ja, zo? Ja, echt. Okay. Dus een homo, een omgebouwde en een zwarte. Ja, die... corpulent is. Oh, een dikke zwarte. Ja. Dat gaat er helemaal niet goed. Wat gaat niet goed? Dat gaat maar veel te veel commentaar komt hierop. Ik heb ook al de verkeerde dingen gezegd, heb ik al. Maar je gaat er weer niet uitknippen en nu weer dikke zwarte Piet. Het is één grote ellende. Ja. Maar oké, wat is de scoop? Qatar koop je straks van. Ja, natuurlijk. Die komen afhalen. Lekker met David Beckham op stad. Die terroristenvriend. Want ik haat voetbal, hou op. Of ik haat die voetbal niet, maar kijk het nooit naar. Ik heb er niks mee. Nee. Jij hebt ook gewoon het WK. Ja, absoluut. Wie denken jullie dat heeft gewonnen? Homo's waren vroeger was een minderheid, maar tegenwoordig stikte van de homo's. Iedereen is homo. Ja. Dat donkere mensen alles wonnen, die tijd hebben we ook gehad. Ja. Dat was op een gegeven moment moesten donkere mensen alles winnen, want we hadden daar een bepaalde schuld aan. Maar tegenwoordig wint alles wat vroeger een pik had en nu Anja heet. Dus rechts. Jij gaat voor Lando. Heet die ook Lando? Ik ga voor Lando. Ja, Lando. En? Jij gaat voor Lando. Ja. Proficiat. Ja! Nee, is het echt zo? Ja, want er was heel veel ophef over. Het werd eergisteren bekend. We hebben hier toch ook een rubriekje voor? Oh ja. Kom maar in. Transformers. Ja. Zo, dat is lang geleden. Ja, absoluut. Ah, wat lekker. Maar Lando is dus... Ik vind het qua gezicht wel vrouwelijk. Heel mooi. Qua lijf vind ik het een beetje papzakkerig. Nou, ik denk dat het een truitje is. Weet je op wie Lando een beetje lijkt? Ik had ooit een vriendin die noemde jij Soef de Haas. Oh, Soef. Soef, daar lijkt ze weer. Maar Soef is weer heel slank. Ja, de Lando. En Lando is een beetje pafferig. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, goed. Maar dan gaan we nu naar de scoop. Want... Was de scoop toch al? Wie? Nee, dus dat zei ik gewoon. Oh, er komt nog een scoop. TV. Oh, dat was al heel lang bekend. Okay. Dat was allemaal doorgestoken kaart. Ja. Maar het scoop is, een goede vriend van een vriendin van mij heeft Lando opgegeven aan Holland's Next Topmodel. Goede vriend van een vriend. Ja? En hij is beste vrienden met Lando. Lando heeft hem verteld dat zij seks heeft gehad met Philip. Wie is dat? Dat is de jongen in midden. Hé? Maar dat is die hifmuis. Ja. Raar verhaal. Ga door. Ja. Dus de rechter heeft seks gehad met de linker? Met de middelste. Maar die valt op mannen. En Lando is geen man meer. Of heeft hij zijn pikken? Dat weet ik allemaal niet. Ik heb toch weet toch niet of hij man en? Valt? Nee. Ah, dat zie je toch aan die kop. Dat is een hifmuis. Daar kan je het helemaal mis mee hebben natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, en zij heeft gezoend met Winston. Wie is dat? Ja, weet ik ook niet. Begonnen? Nee. Kastanovic. Krasanovic misschien. Ja, maar gewoon een Winston staan. Een Winston die ook meedeed aan het programma. Oh, maar het wordt nog gekker. Het wordt nog gekker. Dit is echt waar. Philip heeft al die tijd een vriendin en over de... Oh. Dus hij is geen homo? Philip is geen homo, die middelste? Nee, dat is misschien wel de grootste scoop. Dat is echt een grote scoop. Dat is echt zo'n beetje die eet niet meer. Met zo'n uitgemergeld hiflijf. Verschrikkelijke hiflijf. Dat is een model, zo moeten ze eten helaas. Maar nu komt hij. Lando is... drugsverslaafd! Nou ja! Ja! Echt? Ja, wat voor drugs? Ja, dat staat. Oh ja, nee. Zoals snuiven en ketamine. Niet! Ja. Snuiven en ketamine? Snuiven en ketamine. Ongelooflijk. Ja. We hebben het allemaal het programma niet gezien, maar het is wel een knaller van de scoop. Top. Gefeliciteerd. Floris, wat zeg jij? Ik vind het weer hoogstaand nieuws. Ja. Dankjewel, Floris. Ketamine heb ik nog nooit gehad. Moet ik ook eens proberen, volgens mij, of niet? Hey. Ik kan gaan. Nee. Jij wil nog even reclame maken. Oh ja, dat schijnt altijd uitknippen. En we hebben veel te vertellen. We gaan naar het... reclameblokje. Ja, en wat veel scoops heeft u vandaag gehoord, hè? Nicole en Peter zitten nu waarschijnlijk
vechtend weer op de bank. Ja, Nicole is net in de reet en in de neus weer gebeten. Nou, verschrikkelijk. Het zijn, zijn jouw vrienden. Nee, het zijn jouw vrienden. Hoe kan dat nou? Er wordt morgen was uitgezonden. Er is nog niks aan de hand met ze. Nee, ja, nou, op dit moment, hè. Want... Oh ja, ach, ben je toch vervelend. Woehoe, Jantje, hoppakee. En mijn reclameblok is aangebroken? Nee, zo meteen. Ja, ga ik. Nee, want we maken dit programma helemaal voor niets. U kunt gratis kijken. Wij verdienen er geen geld aan, maar de kosten nemen toe en de donaties nemen af. Dus wij vragen u om uw hulp. Zo is het maar net. Uw hulp op roddelpraat.backme.org. Roddelpraat.backme.org. Om een prachtige programma te maken. Zodat wij dit programma kunnen maken. Zodat jullie kunnen kijken. En potverdikken, wat zijn we blij. Maar we geven een kleine geste terug. Wat doen we namelijk? Alles wat we overhouden van deze prachtige uitzending. Dat pakken we bij elkaar. En dat gooien we in jullie doosje. Om 1800 uur te donderdags. Ja, dan mailt Jan naar jullie toe. Hè. We hebben, hoe lang hebben we hier vandaag gezeten, denk je, verloren? Nou, te lang. Nee, dat is niet te lang. We doen ons best voor onze roddelpraatvrienden. Ja, maar die willen we ook wat moois toesturen. Ah ja, dat is maar waar. Ja. Die willen ook wat moois toesturen, dus u helpt ons enorm. Dat zou echt kleine moeite. En u helpt ons enorm. En dan kunnen we... link staat in de beschrijving. Blijven bestaan ook. Kunnen we blijven bestaan. Dat is ook handig. En ja. In deze gure tijden is dat ook prettig. Floris, ja. Wil jij er wat zeggen? Wil jij iets kwijt? Nou, ik dat van straks. Ik wou jullie complimenteren met deze nieuwe mooie studio. Bedankt ja, Floris. Ja, vind je mooi? Wat vind je er eigenlijk van? Ik heb nog nooit zo'n lelijks in mijn leven meegemaakt. Nou zeg. Dat is gewoon de waarheid. We kunnen toch niet een dure penthouse in Amsterdam huren? Misschien kan VND ons sponsoren. Ja. Bestaat die nog? Dat wist ik niet. Vraag je moeder even of ze een keer wil storten. Dat wil ik met alle plezier doen. Nou, in ieder geval... Wij hebben nu online op roddelpraat.shop onze WK-collectie. Ja. Want we gaan erin, hè. Het is weer toppie! Ja, het WK komt eraan. En hoe zie je eruit? Prachtig als je een echte WK roddelpraatcollectie aan jouw bakjes hebt hangen. Dus bestel op roddelpraat.shop. We hebben oranje hoodies nu? Ja, die moet je echt zien. We hebben oranje paarse roddelpraat sjalen. We hebben echte WK hoodies. Truien hebben we die niet en aan? Shirts. Omdat ze vandaag zijn aangekomen, de boot. En ze worden... Boven en op de achterkant kun je... Let goed op. Kun je je eigen naam en rugnummer bedrukken. Oh, leuk is dat! Moet je dan wat thuis zelf doen? Nee, dat wordt gedaan. Dat is een mooi product dan. Ben ik alle lof juist daarover. Dat is helemaal customized. Wil jij ook zo'n trui met achterop? Niet negatief, heel positief. Fantastisch. En dan 81 en dan die mama. Een customized hoodie is toch fantastisch? Ja, dat gaan we voor jou regelen, Floortje. Nee, ik hoef niet nummer 81, 14. 14? Is dat jouw geluksnummer? Ja. Leuk. Dat je toen normaal niet is. Sowieso. Hartstikke mooi. Ja, dat geloof ik wel. Dan even nog voor de mensen thuis. Nee, wacht even. Straks. Want, zie je, ze gaat er weer uitknippen. Er komt wel terug. Nee, dat komt wel. Want we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld roddelpraat.nl. Elke dag de mooiste artikelen. Neem eens een kijkje. Ja. Die worden handgemaakt en dan direct het laatste nieuws uit eerste hand. Ja. En hebben we nog betaalde sponsors? Het Stukendoor Collectief. Ja. Het mooiste collectief van Nederland voor een aanbouw, verbouw, doorbouw, latex spuiten, stuken, zwembaden graven. De duvel deze oude moer. Ze doen alles bij het Stukendoor Collectief.nl. Heb je dat filmpje nog? Ja, die hadden een speciale actie. Ach, godverdomme. Ik heb hem. Ach, mooi. Oh nee. Dit is hem niet. Dat ben jij. Waar is de grapje. Ik zag hem. Kijk, hier. Maar ze hebben een nieuwe. Nee. Ze hebben een nieuwe. Zet er dan op. Ze hebben een nieuwe. Nee, is dat hem niet? Au. Nee, dit is Floris weer. Die is zus weer. Floris. Als je nog een abonnee wil worden van Pure Luxe op YouTube, graag. En tot ziens, tot de volgende keer, Jan. Nee, Floor, wacht even. Jan. Alleen even onze actie nog. Floor, kom even. Schiet op. Kijk hier. Stukken. Ja, stukken voor 18 euro voor 14 euro. Geweldig. En tot de volgende keer. Nee, wacht even. Er komt nog een actie. Ik word gekidnapt hier. Ik word gekidnapt. Kijk. 10% korting op alle overige diensten. Van een Stukendoorscollectief. In november. Is dat niet mooi? Stukendoorscollectief.nl. We moeten hem nog afsluiten met jou. We moeten nog afsluiten. Die sluit hierbij af. Floris, jij gaat nu. We zijn afgesloten. Je gaat nu naar David Beckham. Dag David, we komen eraan. Nu naar David. Ja. Veel plezier met David Beckham. En we willen die foto van jou, David, zien, hè? Ja. Bedankt voor het kijken naar Roddelpraat. Zeg dan bedankt voor het kijken. Dankjewel. Tot volgende week. Volgende week. Volgende week. De WK-collectie staat allemaal wegwezen online. Wegwezen nu. Roddelpraat.shop.
Eén momentje. En we moeten alleen nog even de extra doen, Floor.